hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. En daarnaast gaan we met leuke mensen praten, Herrie. Zoals altijd, Sari en Tiel aan tafel. We praten onder andere met Marcel Melissen, de wethouder. Later in het programma hebben we ook nog Wil van Rey op bezoek. En hij is van de Vrienden van Suriname. Maar zoals gezegd, Marcel Melissen, de wethouder. Je komt vertellen over de pont, hè? De veerboot. De Hendrikus. Ja, dat is de oude pont. Ja, wat gaat er gebeuren, Marcel? Nou, de oude pont, die gaan we pensioen. Ach. De tijd dat hij rustig aan gaat doen, hij is 57 jaar. Wat gaat er trouwens gebeuren met die boot? Met pensioen. Ja, oké, okay, maar wordt hij ergens anders ingezet? Je gaat naar een verzorgingstehuis voor oude boten. Kijk, wat we doen is, we gaan natuurlijk straks met een nieuwe pont varen. Mm-hmm. Deze pont die houden we nog eventjes. Als reserve. Als reserve. En je kan hem ook inzetten bij evenementen zoals Appelpop en dergelijke. Oh, leuk. Maar de bedoeling is wel dat hij daarna verkocht wordt. Omdat dat ook een stukje financiering is voor de dekking van de nieuwe pont. Tuurlijk. Die nieuwe pont, vertel. Nou, de nieuwe pont is bijzonder, want we krijgen een pont. Je moet even realiseren dat als je een pont koopt, dat je dat hooguit één keer in de 40 jaar doet. Ja, dat is niet iets wat je wekelijks voorbij laat komen. Nee, maar deze pont, die is vanaf 19, weet je dat zo? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik weet dat die 57 jaar oud is, hij heeft meer dan 40 jaar gevaren. Precies, en daarvoor had je de Gijsbel Stout. Klopt, ja, dat was daarvoor. En nu is het Hendrikus. Ja. En nou komt het? De nieuwe? De nieuwe naam. Ja, we krijgen natuurlijk een nieuwe pont met een nieuwe naam. Maar die pont, laat ik het anders formuleren, die nieuwe naam, die weten we nog niet. Dat wordt niet de Melissen 1 of de Melissen 2 of zo? Ja, als mensen daarvoor kiezen. Wat we gaan doen is, we laten de mensen meedoen met het kiezen van een naam. Dus iedereen kan meedoen. Ja, we hebben een wedstrijd uitgeschreven en we hebben gewoon gezegd aan de mensen van Tiel. Beste mensen, we krijgen een nieuwe pont. Kom op met je naam. En realiseer je, als je wint, staat die naam er echt voor 40 jaar of langer op die pont. Leuk. En draagt die bij aan de geschiedenis van Tiel. Want heel veel mensen weten nog dat het Gijsbert Stout is. Ja. En er zijn ook nog oudere mensen die weten ook nog dat de pont hiervoor heet. En eigenlijk iedereen die in Tiel woont, is die pont iets wat hij herkent. Dat doen kinderen, dat doen de ouderen. En het hoort bij Tiel. En je merkt ook, als je daarover praat, over een pont en een nieuw pont, dat heel veel mensen dat leuk vinden. En ook wel bijzonder. En daarom hebben we gezegd, nou, als we dat heel erg belangrijk vinden, dat het in de genen van Tiel zit, een pont, laten we dan ook de mensen een naam verzinnen. Want iedere boot krijgt altijd een nieuwe naam. Daarom gaat hij niet Hendrikus 2 heten of zo. Dat zou natuurlijk in theorie wel kunnen. Het kan. Maar dat is niet origineel. Dus we hopen echt dat er een naam komt die past bij Tiel van nu, die in onze beleving zo grappig zal zijn of zo leuk zal zijn dat iedereen hem weer goed kan onthouden en zonder meer kan opdreunen in het rijtje van Gijsbert Stout, Hendrikus. Vraagteken. Ja, en dat vraagteken. Als mensen nou een leuke naam weten, waar moeten ze daarmee naartoe? Hoe werkt dat? Nou, we hebben de prijsvraag uitgeschreven in de krant. Hè. Dus dan zie je een advertentie staan, dat komt op de website te staan. En je kan de naam inleveren bij de zaak van de stad. En de kinderraad gaat daar ook een rol in vervullen. Hè? Dat is weer een leuke dimensie aan dit gebeuren. Dat klopt. Wij vonden het heel erg belangrijk om de kinderraad mee te laten beslissen. Want uiteindelijk, zoals ik al zei, het zit bij iedereen in de genen. Zij zit ook in de jury dus. Ze zit in de jury, ja. We hebben drie mensen in de jury zitten die gaan kijken of de namen die worden ingediend, of die kunnen. Ja. Daar hebben we allerlei spelregeltjes voor afgesproken. Want ja, u kunt zich voorstellen dat er namen bij zitten die echt niet kunnen. Nee. Zouden er mensen zijn die dat dan insturen? Bijvoorbeeld een scheldwoord of zo? Nou, je moet zelfs soms wat dieper kijken dan het woord aan zich. Ik noem maar even wat, het is een beetje cru gezegd, maar stel je voor dat de boot Kindervriendje zou heten en het zou iemand zijn die veroordeeld is voor zedenmisdrijven. Ach, ja. En die wint. Op die manier. Nou, dan is het land te klein. Ja. Dus je moet een aantal dingen echt toetsen met elkaar van degene die hem heeft ingediend. De naam die er is, kan er iets anders achter zo'n naam gehangen worden. Dus je moet echt wel een naam hebben die, ja, van ongesproken gedrag is eigenlijk. Daar komt het op neer. En vervolgens komen er drie namen uit. Nou, die worden dan genomineerd. En dat gaan we doen aan de kinderraad. En vervolgens gaat de kinderraad met elkaar beslissen welke naam het wordt. Wat leuk. Hartstikke goed. Ja, wat goed. Dus ze hebben er ook daadwerkelijk wat over te zeggen. Klopt. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend leuk. We hebben natuurlijk eerst aan de kinderraad gevraagd, willen jullie dat? Nou, dat willen ze. We hebben daar ook nog gedebatteerd over de vraag van, als nou iemand van de kinderraad, mag die dan meestemmen over de naam of niet? Ja. Nou, er zijn ook spelregels over afgesproken. Stel dat iemand uit de kinderraad
een naam zou hebben uit die genomineerd is, ja, dan stemt hij niet mee. Ah. En dat is natuurlijk wel, vond ik, een hele mooie discussie. Hè, want het gaat over integriteit. En het is heel goed dat een kinderraad dat soort discussies heeft. Mogen wij van de Stads-TV bij de wethouder direct ook een naam inleveren? Of kan dat niet? Je doet het gewoon volgens de procedure. Ja? Net zoals voor een bloemetje reiken we dat ook via een e-mail aan. En dat gaat de Stads-TV ook gewoon doen. Oké, nou goed. Dan hou ik die naam nog voor me. Dan komt hij nog vanzelf binnen. Ja. Nou, leuk. Maar ik zou zeggen, mensen, doe mee. Kom met een mooie naam. En het zou toch fantastisch zijn als jouw naam op die boot staat. En die vaart dan nog echt 40 jaar rond. Precies. Nou, we blijven het volgen, Marcel. Bedankt voor je komst. Geen dank. Meneer, weet u de betekenis of kent u de betekenis van Pasen? Ja, iets van Christus, hè? Opstanding, zoiets. Ja. Een hele hoop mensen weten dat niet. Oh, heel vreemd. Ja. Ja, goed. Je hoeft nog even boogwacht te zijn, denk ik. Nee, klopt. Ja. Maar u viert ook Pasen? Nee hoor, nee. Dat doen wij niet. Nee. Nee. Ook geen eitje bij het ontbijt? Nee, hoor. Gewoon normaal. Dank u wel. Ja, oké. Bedankt. Ja. Ja. Kent u de betekenis van Pasen? Ja, dan moet ik wel heel hard nadenken. Ja, dat is erg, hè? Ja, een beetje wel. Ja. En moet ik het nu ook gaan uitleggen, denk ik, hè? Kun je het nog terughalen? Oh, dan moet ik echt weer denken aan mijn zondagschooltijd. Even denken. Met Pasen was met de kruisiging van Jezus. Ja. Zie je wel. Het zit er wel. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Weten jullie de betekenis van Pasen? Waarom vieren we Pasen? Geen idee. Ik weet niet. Volgens mij iets met Jezus die uit de dood is opgestaan, zoiets. Oh, dat komt toch een heel eind in de buurt. Ja. En vieren jullie wel Pasen thuis? Ja. Ja, soms wel. En hoe doe je dat? Met eitjes verstoppen. Ja, wij ook. Lekker ontbijtje. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Jullie weten vast wel wat de betekenis van Pasen is. Van Pasen? Ja. Ja, dat is een kerkelijke feestdag, ja. Ja, klopt. En weet u ook nog hoe het zat? Van Jezus. De opstanding, ja. Goed, dank u wel. De Pinkster vereist u weer. Ja hoor. Bent u van een kerk? Nee. Wij zijn van Stads-TV Tiel en wij vragen aan mensen of zij de betekenis van Pasen kennen. Ja. Straks zijn we nog in beeld. Dank u. Nou, Flipje, jij dan. Ken jij de betekenis van Pasen? Weet u de betekenis van Pasen? Van Pasen, ja, natuurlijk. Vertel eens. Ja, paasuitjes toch, nee? Ja, maar de religieuze betekenis, weet u het nog? Een beetje een somber feest. Want vroeger was de kerk altijd helemaal in paars. Tegenwoordig, ja, het is de vrijheid van Jezus, maar ja, het is niet, een beetje verwaterd allemaal. Ja, maar jullie vieren wel Pasen? Ja, zeker. Met paasuitjes? Denk het wel, ja. Mijn vrouw loopt door. Ja. Okay, u gaat erachteraan rennen. Kent u de betekenis van Pasen? Ja, dat is de wederafstanding van Jezus, hè? Weet jij de betekenis van Pasen? Nee. Geen idee waar het vandaan komt? Nee, ook niet. Vier in het wel? Nee. Geen brunch, ontbijtje, maar eitjes? Nee, ook niet. Nee. Dag mevrouw, mag ik u wat vragen? Hallo. Kent u de betekenis van Pasen? Waarom vieren we Pasen? Waarom vieren wij Pasen? Als goed katholiek weet ik nog, maar dat is al mijn kindertijd. Goede vrijdagsmiddags om 3:00, dan gaat Jezus naar de hemel. Dan heb je was het toen ook een minuut stilte en dat was heel spannend altijd. En Pasen, zoals ik hem nu vier, vier ik meer de lente en het nieuwe en de bloesem en de eitjes. En een nieuw begin is voor mij nu Pasen. Maar vroeger was het meer religieus en was het echt bezinning. Ja. In
Inmiddels zit de tafel helemaal vol, want Wil van Ree is aangeschoven met een hele hoop kinderen. Want Wil is heel druk bezig met een project voor de Stichting van Vrienden voor Suriname, van Suriname. Stichting van Suriname, ja. Goed. Het gaat over Suriname en de vrienden, daar is Wil onlosmakelijk mee verbonden. Precies. En je hebt een hele hoop kinderen meegenomen. Ja, nou... Niet, het gaat over een jeugdproject. Ja. En er gaan nog veel meer kinderen meedoen uit Tiel met dat jeugdproject. Maar dit zijn eigenlijk in ieder geval wel de voorlopers, zeg maar. En die heb ik gevraagd om eventjes mee te komen om iets te vertellen. Altijd gezellig. Mij. Ja, dat lijkt me ook. Leuk dat jullie er zijn trouwens. Ja, want jullie gaan meewerken aan een project. En kunnen jullie in het kort vertellen hoe dat eruit gaat zien? Wat er gaat gebeuren? Ja... We gaan goede dingen en zo ophalen voor Suriname. Ja. En wat voor dingen heb je het dan over? Speelgoed, kleren, ja, al dat soort dingen en zo. Boeken. Boeken? Ja. Spulletjes die ze in Suriname kunnen gebruiken en die mensen in Tiel niet meer nodig hebben. Ja. Ja, ja. En daar gaan jullie zelf ook aan meewerken om die spullen allemaal te verzamelen. Ja. Nou, dat vind ik hartstikke goed. En Wil, wat gaat er dan gebeuren? Nou... eigenlijk hebben ze dat verteld voor een deel. We gaan kinderen, jeugd, Tiel, gaan we iets vertellen over de situatie in Suriname. Suriname is een heel groot land. Daar wordt Nederlands gesproken en ook op school wordt er ook Nederlands les gegeven. En wat we nou willen gaan doen is dat in het district Kommerwijnen, dat is ongeveer even wat inwoneraantal even groot als Tiel, alleen over een veel groter gebied uitgestrekt. Daar gaan we goederen naartoe sturen. En van tevoren willen we proberen, want dat is niet zo eenvoudig, want ze hebben natuurlijk allemaal niet zo internet, alleen maar via de school, proberen we via internet contact te laten leggen met kinderen hier en kinderen daar, mm-hmm. waar de goederen naartoe gaan. Leuk. Dan, zoals ze al gezegd hebben, speelgoed en zomerkleding, hè, waar ze uitgegroeid zijn en inzamelen. En dan gaan we een container, we hebben dankzij de Stichting Burgerweeshuis hebben we een financiële bijdrage gekregen om dit jeugdproject mogelijk te maken, gaan we een container laden, want we hebben al heel veel schoolmeubilair en lesboeken en ook kleding. En die gaan we dan volladen met hulp van de kinderen, gaan we die volladen. En dan wordt die verscheept en dan komt die daar aan. En dan gaan de kinderen in Kommerwijnen, waar ze van tevoren contact mee gehad hebben, die gaan die dan met hulp uiteraard van vrienden uitladen. En distribueren, daar worden fotootjes van gemaakt en dat wordt dan weer teruggebracht en teruggeleid naar de scholen en naar de kinderen hier. En zo is het balletje weer rond. En is het balletje rond. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je zometeen contact hebt met een kind die met jouw boeken of met jouw kleding daar rondloopt. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg leuk, hè? En zijn jullie daar ook al op een bepaalde manier druk mee bezig? Zijn jullie al tegen buren en familie en vrienden en kennissen aan het zeggen van, ik heb spullen. Nee. Moet je wel gaan doen natuurlijk, ja. Hè? Want die container moet natuurlijk heel erg vol, hè, Wil? Ja, die container komt toch vol, maar het is alles is welkom wat dat betreft. Ja, want mochten er nog mensen die denken van, oh, ik heb hele leuke zomerkleren liggen die ik graag hierbij wil stoppen. Ja, hoor. Ja, we kunnen allemaal heel goed bij. En zijn jullie van een bepaalde school of zijn jullie van verschillende basisscholen? Verschillende. Okay. Welke school zit jij dan? Op de baas. Stefanus school. Oké. Stefanus. Stefanus en jij? De Moespot. En de Moespot. En jullie? Moet je een beetje hard praten? Ik zit op de middelbare school op de Heiligstraat. Aha. En jij zit ook op de middelbare school, maar dan op de Thijsbaanbaan. Die is... Oké. Jij reist dus wel. Je stuurt dit verhaal heel breed aan. Kinderen van Tiel. Ja, kinderen van Tiel. En eigenlijk zoveel mogelijk kinderen meedoen, dat lijkt me het leukste. En wat ik ook erg leuk vind, is dat de Prins Willem en Alexander School, waar we onlangs, je weet, die hebben een nieuw gebouw. Nieuwe gebouw. Hebben we veel schoolmeubilair gekregen. En om een voorbeeld te geven, daar zijn in Suriname, heb je klassen van 40, 50, 60 kinderen. En dan hebben ze gewoon geen schoolmeubilair. En dan zitten ze dus met 3, 4 kinderen aan 1 tafeltje. En, dat is ondenkbaar voor ons. Dat is ondenkbaar. En boeken, nou vergeet het maar, de juffrouw of de leraar die heeft dan een paar kopietjes gemaakt van een paar bladzijden en krijgen ze dan. Dat is het. En dat is het. Dus het is echt dringend gewenst. En wat heel erg leuk is, dat de Prins Willem en Alexander School, daar hebben we die spullen nu van gedaan en van gekregen hebben. Die gaan ook mee, die doen ook mee. En dat gaat dan met een hele grote groep. Dus dan praat je echt over 100, 120 mensen, de kinderen van de bovenbouw.
Nou, de vrienden van Suriname volop aan de weg aan timmeren. En dat is natuurlijk mooi. Ja, heel erg leuk. Ja. Nou, mochten er dus inderdaad nog spulletjes nodig zijn, dan is dat welkom. Altijd welkom. Ja, dan en jullie gewoon bellen. Hè? Jullie moeten natuurlijk ook heel druk in gaan zamelen. Heel druk. Ja, maar dat is wel heerlijk. Is er een sluitdatum? Nee, dat is niet zo. We zijn bezig nu om. Kijk, weet je, het punt is: het is het verzamelen van goederen, dat is één. En mensen enthousiast krijgen is twee. Maar we moeten natuurlijk ook de kosten betalen van de containervervoer. En zoals ik al zei, Stichting Burgerweeshuis helpt voor een deel mee. Daar zijn we heel erg blij mee. Die ondersteunt jeugdprojecten, zoals je weet, Tiel. Daar zijn we heel erg blij mee, maar we hebben eigenlijk ook nog, we zouden eigenlijk ook nog wat meer centjes kunnen gebruiken. We zijn veel meer een doelorganisatie dan een organisatie die echt gelden werft en verwerft. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. En op de website staat alles zo'n beetje, hè? Op de website, heel goed, www.vriendenvansuriname.nl, daar kun je het allemaal vinden. En alle steun is wat dat betreft welkom. Hey, even tot slot, in het vorige gesprek, dat was met wethouder Melissen, hadden we het over de nieuwe veerpont, hè, die het toen krijgt. Ja. Jullie kennen de veerpont die er nu is, Hendrikus is dat, hè, dat bootje wat vaart van Tiel naar Waal. Hebben jullie nog ideeën voor een nieuwe naam? Ja, de wethouder is op zoek naar een nieuwe naam voor de nieuwe boot, hè? Ja. Weet jij een leuke naam voor die veerpont die moet gaan komen? Denk er nog even over na, weet jij er eentje? De Tielerwaal. De Tielerwaal. Die is leuk. En had jij er nog één? De Wamelboot. De Wamelboot. De Wamelboot. Ja, ja, oh, die vind ik ook leuk. En jullie, hadden jullie nog ideeën? Ja. Nee, ik niet. De boot? Ja. Je eigen naam? Waalhopper. De Waalhopper. Die is ook al zo leuk. Ook alweer zo'n creatief. Oh, zie je, er komen ideeën genoeg naar boven. En jij hebt alvast ook nog wel eentje? Nee, op dit moment nog niet, maar ik ga erover nadenken. Nou, helemaal goed. Nou, we wensen jullie allemaal heel veel succes met dat prachtige project waar jullie mee bezig zijn. Heel veel plezier ook, want jullie gaan natuurlijk ook heel veel kinderen heel blij maken straks in Suriname. Hartstikke goed bezig. Dankjewel Wil, voor je komst en voor de uitleg. En heel veel succes. Dankjewel. Dan is het nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier in het hartje van het centrum in Tiel voor ons bloemetje van de week. En dat is aangevraagd voor Sporthuis Tiel. Sporthuis van den Berg heette het vroeger. En dat komt omdat deze twee broers, Jacco en Henk-Jan van den Berg, de euvelen moeten hebben om in deze tijden een waanzinnig mooie grootse verbouwing te doen. In tijden van crisis, negativiteit, zetten zij de schouders eronder. Nou, diverse ondernemers en middenstanders vinden dat dit beloond moet worden. Dat wordt ontzettend gewaardeerd, dus we gaan een bloemetje geven. Er is een bloemetje aangevraagd door diverse middenstanders en ondernemers, omdat zij waanzinnig waarderen dat jullie in deze tijden zo'n geweldige verbouwing aan durven te gaan. Nou ja, welkom. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet voor de andere ondernemers, maar ik denk wel goed voor de stad. Ja, nou goed, het is voor iedereen natuurlijk goed. Iedereen, ja, precies. Maar ja, we doen het uiteraard ook voor onszelf. En omdat we er denken voor de toekomst goed aan te doen om er te investeren in de stad Tiel. Ja, ja. En in onze eigen onderneming. Ja. Dus heel erg goed. Dank jullie wel. Ja, jij bedankt. Welkom. Weet jij nog een leuke naam voor die veerboot, Sari? Nou, ik vond die Waalhopper wel heel erg leuk net. Ik zat meer te denken aan de Sari 1 of de Sari 3 of 2. Goed. Fijn dat u weer heeft gekeken naar Tiel aan tafel. We hebben leuke gasten gehad. Zeker, want ook het gesprek met Wil van Rhee, van de Vrienden van Suriname, met al die leuke kinderen. Ja, was heel leuk. Maakt het altijd wel bijzonder, zo'n aflevering. En Marcel Melissen, die dus inderdaad kwam vertellen over de wedstrijd die is uitgeschreven nu voor de nieuwe naam van de nieuwe veerboot. Rini, ook wel leuk trouwens. Nou, heel leuk. Rini 1. We hadden het bloemetje van de week en de straatpraat. En volgende week zijn wij er weer met een nieuwe Tiel aan tafel.